De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis heeft al 2 vuurwerkslachtoffers geregistreerd. En dat terwijl de officiële verkoop- en afsteekperiode pas gisteren is ingegaan. Een man van 39 jaar heeft verwondingen aan zijn rechterhand opgelopen, terwijl een 19-jarige jongeman zo ernstig verwond was dat amputatie noodzakelijk was. SEH-coördinator Fauzia Poese verwacht echter dat het aantal vuurwerkongevallen dit jaar zal meevallen. We verwachten wel dat het minder zal zijn dit jaar. Ook gezien de economische situatie in het land, dat mensen minder geld hebben om aan vuurwerk te besteden. En gezien ook de koersontwikkelingen, dat waarschijnlijk vuurwerk toch duurder zal zijn dan voorheen. Dus de verwachting is ook wel dat het minder ongelukken, dat er minder ongelukken zullen zijn dit jaar in vergelijking met vorige jaren. We hadden vorig jaar al een daling gezien en we hopen, verwachten dat het dit jaar veel minder zal zijn. De SEA is goed voorbereid op de drukte die ontstaat tijdens de periode rond de jaarwisseling. Poese zegt dat extra personeel en materiaal is ingezet. We weten dat het rond deze tijd van het jaar altijd druk is. Maar we hebben gemerkt dat er op bepaalde dagen dit jaar toch meer patiënten zijn geweest dan vorig jaar. Bijvoorbeeld 25 december, de eerste kerstdag, hebben we dit jaar 182 patiënten gezien. Vanaf 00 uur tot 00 uur, dus over 24 uur verspreid. In vergelijking met vorig jaar 25 december, toen hadden we er 138 patiënten over de vloer gekregen. Dus toch wel een grote stijging eigenlijk, bijna 50 man meer dan vorig jaar. En ook de andere dagen rondom kerst zijn drukker geweest. Nou, we bereiden ons voor op die drukte, we proberen zoveel mogelijk meer personeel in te zetten. En ook weet je, de bevoorrading, zorgen dat er extra materiaal aanwezig is, extra lakens. Gewoon ervoor zorgen dat er van alles meer op de afdeling aanwezig is. Natuurlijk is het inzetten van personeel niet oneindig. Je kunt niet alle personeel inzetten in één dienst, want dan kun je daarna eigenlijk die SEH sluiten. Je hebt het personeel nodig ook voor de andere diensten. Je kan niet zeggen van oké, kerstnacht, we zetten alle personeel in één dienst en wat doen we de volgende dag. Dus er wordt getracht om zoveel mogelijk mensen in te zetten, part-timers meer erbij te betrekken. Maar het is natuurlijk niet oneindig. SEH-coördinator Fauzia Poese. De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis heeft al 2 vuurwerkslachtoffers geregistreerd, waarvan 1 heel ernstig gewond geraakt is.